vrouwen drinken over het algemeen niet bier. Is dat dan bijzonder? Hoor je dat veel? Ja, dat hoor ik heel veel. Dat is echt een hele seksistische marketing geweest. En ja, bier werd gezien als een studentendrank, een mannendrank. En voor het gepeupel, het volk. En het was voor rijke vrouwen niet sexy en eigenlijk not done om bier te drinken. Gelukkig verandert dat. Bier heeft echt minstens net zoveel te bieden als wijn. Misschien zelfs nog wel meer. En hopelijk komt dat stoffige imago ook te vervallen. Wat bier toch een beetje heeft. Maar we gaan de goede kant op. Merk je nu dat er een opmars is van speciaal bier? Dat mensen het steeds meer gaan drinken? Ja, ontzettend. Ontzettend. Ik doe dit nu 5 jaar. En ik ben nog nooit zo druk geweest als afgelopen jaar. Het is echt... We zijn ook weer een brouwerij. Ik geloof vorig jaar waren er 230. En nu al bijna 300 brouwerijen in 1 jaar. Ja, het is echt alleen al in Nederland, hè? Dus het is een enorme sneltreinvaart. Ja. Je verkoopt ook wat speciaal bier in de Sluis. Slaat het een beetje aan? Ja, in de Sluis is het gekhuis. Blizzard ook. Het is gewoon... overal is het gewoon gekhuis. Was het daarom ook een beetje het idee om vanavond zo'n avond te organiseren? Ja, heel veel mensen die drinken wel een speciaal bier, maar die hebben er niet echt een gevoel bij. Iemand anders drinkt het. Een ander neemt er ook eentje. Ik denk, ik moet het gevoel ook laten zien dat het op welke manier het gebrouwen wordt. Het verhaal achter het speciaal bier. Waarom een donker, waarom een blond, een dubbel, een trippel, een kwadruppel, een wit bier. Daar moet je toch ook een beetje beleving bij hebben. En zodoende hebben wij dat gezocht voor hoe kunnen we dat in een mooi vaatje gieten. En hebben we een bierproefavond van gehouden. We zijn begonnen met een wit bier en daarna een zomers biertje, een Lachouf. En hebben we het opgebouwd naar een kwadruppel. En dat is goed aangeslagen. En ja, we gaan hiermee verder. We gaan hier straks een bokproeverij houden, een Weidse proeverij. En ja, we gaan door met speciaal bier. Ik kom ook heel veel in de Achterhoek. Dat zijn echt vervente pilsdrinkers. Dat was hier vanavond ook wel een klein beetje het publiek van gewoon echte pilsdrinkers. Ik hoorde het al verschillende keer, ik ben niet zo'n bierdrinker. Ik drink eigenlijk nooit speciaal bier. Maar iedereen heeft toch wel een paar bieren vanavond gedronken die ze toch heel lekker vonden. Dus dan is het goed. Ja. Wat is heel belangrijk in een bier? Vind je zelf? Een smaak die in balans is. Ik hou niet van meer zoete bieren of alleen maar hele bittere bieren. Ik hou van een bier wat mooi in balans is. Dus dat en een mooie bitterheid heeft, of dat nou van de hop of van de mout komt, dat maakt niet uit. En goed koolzuur, een mooie kleur, mooi schuim. Ja. Het is een soort van Tupperware-avond ook, hè? Dat je het zo een beetje uitlegt. Maar merk je dan ook aan het eind van de avond, als je dan in zo'n kroeg staat, dat iedereen kruipend naar huis gaat, omdat er zware bieren op het laatste geschonken worden? Soms. In principe, als mensen zich houden aan de voorgeschreven hoeveelheden, dan wil het. Maar er werd hier en daar wel wat meer ingeschonken en dan wordt het gauw gezellig. Ja, zeker omdat het toch mensen zijn die normaal gesproken alleen maar pils drinken. Als je dan in één keer aan speciaal bier gaat van 10%, ja, dan gaat het hard. Ja.